We komen hier aan in Zwijndrecht. Makelaar heeft gevraagd of we hier een bouwkundige keuring kunnen uitvoeren van deze woning. We zijn nog wat te vroeg, dus we kijken alvast even naar de voorkant. Prachtig huisje zo te zien, redelijk gedateerd. Maar daar markeert nogal wat aan om te inspecteren. Als ik kijk naar de dakkapel, dan zie ik gelijk al behoorlijk wat houtrot in het kozijnwerk. Schoorsteenvoegwerk is slecht. Die deuren daarboven, dat erkendakje, daar zit alle plaatmateriaal overheen getimmerd. Dus dat zal daarachter ook niet pluis zijn, als we daar tegen gaan komen. Wat scheurvorming in het gevelwerk. Zo, hier zie je behoorlijk wat houtrot in de kozijnen. Nou, dan gaan we zo meteen eens even allemaal zien wat dat gaat worden. Enkel glas, glas in lood, stopverf wat eruit valt. Voegwerk van de gevel wat slecht is, behoorlijk veel houtrot, hemelwaterafvoer, overstek, boeiborden. Eigenlijk alles is hier redelijk gedateerd. Hier is dan delamineren, dat houtwerk van dat boeibord. Kijk, die verschillende lagen komen los van elkaar. Ze hebben al een keer een stukje boord eroverheen getimmerd, zie ik. Nou, we pakken het zo meteen eventjes allemaal uitgebreid op. Nou, dit is een prachtige woning om te inspecteren. Veel, er markeert behoorlijk wat aan, dat kan je zo wel zien. Leuker om deze woning te inspecteren als een nieuwbouwwoning, want hier kunnen we wat vertellen aan de klant. De inspecteurs van Homekeur, ongeveer 30, verspreid door het hele land. Bouwkundige inspecteurs vinden het geweldig om dit soort woningen te inspecteren. Hier kunnen we wat mee, hier kunnen we ons werk helemaal uitleven. En kunnen we de klant goed van dienst zijn, ben ik van overtuigd, om de bouwtechnische staat van de woning uitgebreid in beeld te brengen. Maar we gaan ons eerst maar eens melden bij de woningeigenaar om naar binnen te mogen.